Ridder, ik zou wel daarna moeten zeggen, een katje zonder handschoenen, jij bent niet te schatten, hè? Maar het is een rol die je speelt, een kat, bijna een tijgertje zullen we maar zeggen. Hoe heb je dit ervaren? In deze rol zullen we maar zeggen. Ja, ik vind dat heel leuk om een poes te spelen. En de reacties van het publiek zijn vol lof. Ze zeggen van ja, je lijkt echt wel een poes. En op den duur voel je ook een kat, dat klinkt heel raar. Maar elke voorstelling komt er nog wel een bewegingsje bij of... Ja, dat je toch wel meer en meer in die rol... Hoe gaat jou dat af? Ja, dat moet ik aan u vragen. Ah ja, want jij ziet... Nee, dat gaat mij wel af. Ik heb vroeger gedanst. Dus die lenigheid heb ik nog. En deze is zo... Ik kan zo wat droog weg, alles ertussen. En dat vind ik wel leuk, want in het dagelijks leven ben ik ook een drooien. En, was het een beetje zweet in dat pak? Ah, wel... Vorig weekend heb ik mijn eigen echt kapot gezweet. En blijkbaar is mijn lichaam er al aan gewoon, want ik zweet niet meer. En dat is wel heel geestig, want dan zie je de aantrek lekken. Ja. Dus heeft dat met gewenning te maken of sportief lijf, hè? Ja. Dit stuk loopt nog een aantal weken. Ja, tot 26 november. Ja. En waarom de mensen komen kijken naar dit theaterstuk? Dit stuk is heel herkenbaar. Het is ook voor kinderen. Want het is heel leuk dat wij tegen het publiek praten. Het is gewoon goed geschreven en ook goed geacteerd. Moet het zeggen wat het is? Het is goed. In andere woorden, je hebt ervan genoten. Ja, echt waar. Elke keer opnieuw. Dankjewel, Anke de Ridder, voor deze toelichting. Alsjeblieft. Ik ben Nick. Nick. Ja, ik moet bijna zeggen. Zit. Lig. Ja. Af. Ja, uw baas is niet gewoon, hè. Het is een strenge. Hè. Het is een hele strenge. Hij mij goed opgeleid om te gaan blijven liggen, te gaan zitten, te gaan zwagen, te blaffen. Alles moest ik doen. Ja. Zeg, het is een nieuw theaterstuk. Hè. De hond en de kat zullen we maar zeggen. Was het zweet in dat pakje? Het is ongelooflijk warm. Niet normaal. Het is echt, maar het is ontzettend fijn om te doen, omdat je krijgt bijzonder veel reacties vanuit de zaal. Dus je krijgt enorm veel energie. Maar elke beweging die je maakt, is een druppel zweet die erbij komt. Waarom moeten de mensen komen kijken naar dit nieuwe theaterstuk? Omdat ze eindelijk eens te weten komen wat in de kat en in de hond van de mensen zelf denken, van het bosken en zo. En dat ze eindelijk eens weten wat die mensen allemaal, die beesten eigenlijk, allemaal tegen elkaar zeggen. En natuurlijk, een kat, als Anke, zoek je gewoon katje, hè? Dat is een heel sensuele poos. Een heel knappe poos. En een heel toffe poos om mee samen te spelen. En gewoon heel hard lachen. Ik ben de Jean-Louis Regenmortel. Het is weer al een mooi stuk vandaag. Hè? De kat en de hond zullen we maar zeggen. Ja. En jij een beetje de underdog zullen we maar zeggen. Hoe ervaar je dit telke malen? Dat zie je niet eens een keer. Hè? Het is regelmatig zelfs. Ja. Het zijn al een paar keer. Het is de vierde keer nu eigenlijk. Dat kan ik meespelen in het Antwerp Theater. Maar dat is elke keer een feest. Hè? Voor mij is dat een feest. Dat is een geweldige groep. Een geweldig scenario, een geweldig script, een fantastisch verhaal en heel tof om te doen. Wij spelen elkaar uit en we spelen eigenlijk een beetje onszelf. Het is een klein beetje typecasting. Zeker nu de bad guy, de Jean-Louis van Regenmort, is een beetje de slechte buurman. Maar dat komt zoals een rode draad toch wel telkens terug in de andere stukken ook. En dat maakt het inderdaad heel fijn om dat te doen, omdat het zo herkenbaar is naar mensen toe. Heel veel mensen herkennen zichzelf daarin. En dat is fantastisch. Hè? Ja. Zeg, en die kat en die hond. Ja, doet je dat niet ongelooflijk? Ik heb me altijd afgevraagd in het begin. Allee, mensen gaan dat toch zien. Maar dat slaagt zo in, dat werkt zo geweldig. Mensen zijn daar super enthousiast over. En wij ook. Voor ons is dat een kat en een hond. Hè? Doe het gewoon. Ja, hè? Wij behandelen dat zo, wij zien dat zo. En wij spelen op die manier dat uit. En ik vind het een geweldig stuk, inderdaad. In andere woorden, je hebt ervan genoten. Ik heb ervan genoten en iedere keer opnieuw. Oké, dankjewel voor deze toelichting.